Welkom bij de eerste aflevering van Mag dat wel? Een programma waarin we wekelijks de regels breken. Yes. Mag ik jullie voorstellen aan deze prachtige, een prettig gestoorde jonge heer, zo mag ik het wel zeggen. Gek en geniaal zijn ze. Dat zijn Jonas Geirnaert en Koen De Poorter. Welkom. En hier naast mij een heel bijzonder man. De man die de regeltjes van België van binnen en van buiten kent. En ook alles wil doen om die te beschermen. En u wil ook graag opnieuw burgemeester van Bilze worden, is mij toegefluisterd. Welkom, Johan Sauwes. Kom jullie maar mee. Bedankt om tot hier te komen, meneer Sauwes, of mag ik Johan zeggen? Zeg maar Johan, hè, Sophie. Okay, goed. Johan, u bent voormalig Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden. Wat hield dat juist in? De minister van Binnenlandse Aangelegenheden doet de controle op de werking van gemeenten, OCMW's en provinciebesturen. Dus moest de controle doen op de rekeningen, of de wet op de overheidsopdracht werd vervuld enzovoorts. Ja. Oké, okay, maar veiligheid viel dan ook binnen jouw bevoegdheid? Veiligheid is een Belgische bevoegdheid, federale bevoegdheid. De minister van Binnenlandse Zaken doet dat. Ja. Jan Bon is dat vandaag. Ja. Maar de minister van Binnenlandse Aangelegenheden treedt wel op het ogenblik dat er klachten zijn. Dat er klachten zijn tegen gemeentebesturen, dan moet hij een beslissing nemen. En dus veiligheid kwam toch ook regelmatig aan bod daarin, ja. En hoe denkt u dat het gesteld is met de veiligheid in België nu? We proberen vanuit overheidswegen vandaag heel sterk het gevoel te geven dat alles onder controle is. We doen dat met para's in de straten, we doen dat met betonblokken die beletten dat op onze pleinen met vrachtwagens kan op ingereden worden. Mm-hmm. Als er stoeten zijn en zo. Maar anderzijds is er ook het feit dat diegene die echt kwade bedoelingen heeft, dat die toch wel heel veel mensen pijn kan doen. Ja. En dat gevoel is moeilijk. Dat is een heel dubbel gevoel, omdat wij willen ook niet dat wij onze samenleving, onze voorouders hebben daar heel veel voor gevochten, maar letterlijk een heel grote vrijheid genieten. Wij willen nu niet terug naar een politiestaat. Nee. Dus enerzijds dat gevoel van vrijheid in de westerse samenleving behouden, en anderzijds toch zo hoog mogelijk veiligheidsniveau. En dat is de grote uitdaging. Dat is echt een middenweg die we moeten zoeken. Ja, dat is een nieuwe realiteit waar jullie rekening mee moeten houden, denk ik. Ja, en ja. Het hermetisch afsluiten, zoals een bokaal van onze kleine samenleving tegen alle gevaren van de buitenwereld, is niet meer mogelijk. Nee. Ik gebruik vaak het beeld, indien we in de luchthaven op 's avonds staan in de vertrekhal. Daar zijn 5, misschien 10.000 mensen allemaal samen. 24 uur later, waar zijn die mensen? Als men zich die vraag stelt. Die wereld is één groot dorp geworden. En dus het feit dat wij onszelf kunnen afsluiten, dat is ook een illusie. Ja, dat is absoluut waar. Vindt u dat publieke evenementen goed beveiligd zijn of kan dit beter? Ik heb het gevoel dat men dat op het ogenblik dat er iets gebeurd is, gedurende 1-2 weken wel heel goed doet. Ah ja, zo. Ik stel mij vragen of men dit veiligheidsniveau 3, zo'n heel hoog veiligheidsniveau, van er kan elk ogenblik iets gebeuren dat men dat wat te lang aanhoudt. Ja. Met het gevolg dat die waakzaamheid, vrees ik, verslapt. Oké. Goed. Wij stuurden een undercover team op pad om zonder ticket te proberen binnen te geraken in het cultureel centrum en op de boekenbeurs. Leveringen.
Oké, dankjewel. Johan, had je dit verwacht? Ze zijn binnengeraakt op de boekenbeurs en in dat cultureel centrum. Ja, boekenbeurs vind ik, dat is echt enkele dagen. Heel veel volk, massa, heel dicht bij elkaar. Dat had ik niet verwacht, nee. Nee, hè? Nee. Nee, het is wel straf, hè, want zij hebben, het was onschuldig. Maar waren ze gewapend? Hadden ze wapen bij of zo? Nee, waarschijnlijk niet, hè. Ja. Ik denk het niet, hè. Ik hoop het niet. Misschien werden ze gescand zonder dat ze het wisten. Ah, oké. Okay. Dat kan ook wel natuurlijk, ja. Maar het is toch een beetje, verontrustend, denk ik. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, voilà. Dat is misschien iets om mee te nemen of te brieven aan uw ex-collega's of zo, van uw collega's, ja. Voilà. Dat toont aan dat de beveiliging, dus dat er nog altijd een werkpuntje is misschien, hè. Ik denk dat de technische middelen die er vandaag zijn, in Japan zijn er al warenhuizen die quasi zonder personeel werken, waar alles automatisch gescand wordt, ja. Dat gaat wel veel helpen, denk ik. Vandaag is het probleem dat we zoveel politiemensen moeten inschakelen, alle verloven zijn ingetrokken, men kan dat niet, de militairen beginnen te klagen. Dus ik denk dat we in de toekomst zullen gescand worden en de camera's die nu al overal zijn, die gaan er nog meer zijn. En dan denk ik wel, indien men echt gewapend met bepaalde explosieven ergens binnenkomt, dat men toch wel zal opgepakt worden. Ja. Maar eigenlijk zou dit wat ik nu zag hier niet mogen. Nee, oké. Okay. Goed, maar toch bedankt Johan dat je naar hier wilde komen. En vergeet niet, veilig thuis. Dank je wel. We kennen ze van de neveneffecten, maar vooral van Basta, van de ideale wereld en van zoveel meer. Kom erbij zitten, Jonas en Koen. Welkom Jonas en Koen. Ik ben super blij dat jullie hier in de zetel zitten. En de reden waarom wij jullie hebben uitgenodigd is natuurlijk omdat jullie 7 jaar geleden ongeveer, al 7 jaar geleden, hebben jullie Basta gemaakt. Ja. En jullie deden daar niks anders dan de regels overtreden. Was dat de insteek van het programma als je eraan begon? Er was weinig insteek toen we eraan begonnen. Dat is eigenlijk gewoon gegroeid vanuit één reportage waarin we iets met de pers deden. En dan is dat een heel programma geworden. Dus het is niet van in het begin dat het idee was van we gaan een keer regels overtreden en zien waar we geraken. Maar het gebeurde wel als we een bepaald idee hadden of we wouden iets aantonen. Dat volgens ons alleen maar ging of het beste ging door af en toe een keer iets te overtreden of iemand undercover binnen te smokkelen of ergens binnen te geraken waar je niet mocht zijn of iets te gaan stelen. Ja. Er is wel wat illegaals gebeurd, denk ik. Ja. Maar zit dat niet zo in elk van ons zo'n beetje van breaking the rules? Dat is toch altijd leuk, hè? Sommige dingen ook gewoon gedaan wat dat leuk was. Hè. Ja, dat is wel. Als jullie eraan... Jij zegt van de voorbereidingen... Kwam daar veel voorbereiding aan te pas? Dat vragen wij ons af, want het lijkt allemaal zo rock en roll, maar waarschijnlijk was daar veel research aan te pas gekomen. Ja, eigenlijk wel, want het was echt zo met A, B, C scenario's. Wat gebeurt er in het beste geval? Wat gebeurt er als die dat doet? Ja. Met afleidingsmanoeuvres en mensen die ter plekke stonden om, als er iets misging, in te springen en ergens een vraag te gaan stellen. Ja. Dat was echt wel met heel veel stress, maar wel geestig. Ja. Veel stress. Ja. We zullen eens kijken naar een fragment van jullie programma toen. Bureaucontainers met Wim. Waarmee kan ik je helpen, alsjeblieft? Goedemorgen, Mathieu van Security Mobistar. Ik bel je omdat wij hier een container voor de ingang staan hebben van bij jullie. Kunt u eventjes aan de lijn blijven, alsjeblieft? Ik verdeel je daar niet hoor. Sorry, hoor. Bureaucontainers met Bart. Heb ik je daar juist aan de lijn gehad, Mathieu van Security Mobistar? Van? Hallo? Al onze operatoren zijn momenteel in gesprek. Vermalen? Ja, goeiedag. Met Mathieu van Security Mobistar. Goeiedag. Je weet over het probleem? Ah, u werd doorverbonden. Ik weet het niet, nee. Ja? Hoe is dat om zo terug te kijken? Is dat mager? Ja. Mager?
oh my god, is dat die 4-3, hè? Nee, heb je dan zoiets van, ah, oh, dat was een leuke tijd en laten we dat opnieuw doen? Of hoe kijken jullie daar nu terug op? Ik vond dat een hele leuke tijd, maar ik denk dat dat nu niet meer zou lukken om te beginnen, omdat we te veel herkend zouden worden. Ja. Moet ook nog, er komt ook nog iets, een factor bij, dat is elk filmpje dat we maakten, moest ook nog eens grappig zijn. Dus we hebben soms items laten vallen dat we dat gewoon niet grappig kregen. Ja, ja, ja. Gort droog is niet tof. Wie zei dat dan? Het moet ook grappig zijn. Wij. Mezelf. Oké, dat was echt iets dat je voor jezelf oplegde. Ja. Jullie zijn volgens mij, leggen jullie wel hoge eisen aan julliezelf, nog altijd bij alles wat jullie doen, toch? Bah, we zitten hier, Savan. Dat is niet waar, hoor, jongens. Oh, okay. Nee. Straks hier backstage opgeknoopt. Ja, wat jullie zeggen, die stress, hè, dat is spannend, de regels breken, maar hadden jullie soms zoiets van, shit, dit gaat echt fout lopen en ik doe eigenlijk wel een beetje in mijn broek? Vooral bij, in de voorlaatste of de laatste aflevering, we hadden een item over internetfraudeurs die zo geld afhandig proberen maken. En waarvan dat we gelezen hadden van, gelijk wat je doet, je mocht met die mensen een voeten spelen, maar spreek daar nooit mee af. Want er is wel een verhaal van een Griekse jongen die dat ooit gedaan had en vermoord is geweest. Door die. Ja, dus, en wij natuurlijk daarmee af. Maar dat waren voor mij de enige momenten dat ik fysiek echt een schrik had van, omdat je niet weet van, ja, het is een crimineel, maar je hoopt, in het beste geval is dat gewoon een oplichter. Die geen andere intenties heeft, maar je weet ook niet van ja, als je daarmee afspreekt, is die een mens gewapend, wat als dat fout loopt, wat als die zich verraden voelt. Want die zijn zo gevolgd, de chauffeur die ze moest terugbrengen naar het station achteraf, die zei van ik ben zeker dat ik gevolgd ben. Dus dat was toch wel even van, kom jongens, rap hier weg. Ja. Oké. Okay. We gaan nog eens naar een reportage kijken, hè? Wat denken jullie daarvan? Oké. Okay. Ik heb daar binnen. En heb je geen bandje gehad? Ja, die ligt in de dingen, in de loge. Ben je juist langs hier? Langs hier binnengekomen? Ja. Maar je bent gewoon doorgelopen. Ja? Zonder bandje of zonder niks? Nee, omdat dat binnen ligt. Ik ben dat nog net vergeten. Er ligt in de loge. Ja? Ja. We zijn sigaretten gaan halen en daarmee zijn we veel te langs hier. Ja. Dat is heel duidelijk. We zijn hier nu op het toilet van het sportpaleis. We zitten backstage bij het koor. We hebben ons voorgedaan als koorleden. Het is niemand die ons een badge gevraagd heeft. Als ze ons erachter vroegen, hebben we gezegd dat we die vergeten waren en dat we sigaretten gaan kopen waren. Onze badge hebben laten liggen in de loges. En iedereen is hier blijkbaar heel gemakkelijk te overtuigen. We zijn juist binnengeraakt, Ellen en ik, backstage van het Sportpaleis, met de VIP. En nu zijn we aan het verstoppen op de wc, totdat de soundcheck van het koor gedaan is. En dan gaan we zo snel mogelijk de zaal proberen te bereiken. Dus nog even wachten.
Kenneth is ondertussen betrapt en buitengezet door de security. Maar niets weerhield mij om verder te gaan met mijn plan. We brengen natuurlijk die ticket, maar dan moet ik wel weten waar dat je staat. Want anders ga ik je dan niet. Wacht, hè. Ja, het is hen gelukt, hè, binnengeraken straf, hè? In het Sportpaleis op de Night of the Proms. Ja. Hetzelfde geld hadden ze Kobe Ilsen omgelegd en veel mensen een plezier gedaan. Zo is het dan maar. Hè. Dat is waar, dat is waar. Maar schrik jullie er niet van, hè? Dat was eind vorig jaar, 2017, schrik jullie er niet van dat dat nog kan, zoiets? Ja, eigenlijk niet echt nu. Het is vandaag de dag anders dan 7 jaar geleden als wij dat soort dingen deden. Dan de terreuraanslag was nog niet uitgevonden in België. Dus het is wel zorgwekkend, maar we hebben ook iemand gezien in de reportage van security die wel heel goed zijn werk deed enzovoort. Ja. En dan is er toch één zwakke schakel. Maar ik denk ook ja, dat je het risico nooit kunt uitsluiten dat er iemand met kwaaie bedoelingen ergens binnen geraakt. Ja. Dat is iets waar je mee moet leren en leren, denk ik. Dat is waar. Ja. Is het nostalgisch als jullie dat zo terugzien? Die slechte beelden en die fake-telefoonsprek? Ja, ik had wel onmiddellijk zin om wat te gaan doen. Ja, is het waar? Oké, okay. Waar zouden jullie dan gaan binnenbreken? Hè? Wat hebben jullie nog niet gedaan? Koningshuis, denk ik. Het Koningshuis. Ik vind het goed. En bij Mathilde en Flip in bed gaan liggen. Ja, ja. Ik vind dat een hele goeie. Oké, ik hou jullie eraan. Heel erg bedankt dat jullie tot hier zijn willen komen. En veel succes met al jullie projecten nog. Zeg, sorry voor dat net van die opmerking. Dit was het voor deze week. Bedankt allemaal om te kijken. En blijf die regels breken. Salut!